Lycurgus heeft een schuld van enkele tienduizenden euro's. Enkele sponsoren konden hun verplichtingen niet nakomen en de club werd geconfronteerd met hogere kosten door Europees volleybal en de play-offs. De club is met de schuldeisers, waaronder de Belastingdienst, in gesprek om tot een oplossing te komen. De begroting voor het volgende seizoen is wel rond. Die is wel naar beneden bijgesteld en bedraagt nu een kleine 2 ton. Groningen moet alleen Zwolle voor zich dulden als het om aantallen twitteraars gaat. Dit blijkt uit onderzoek van OB4One op basis van 400.000 Twitter-accounts. OB4One verzamelt continu alle Nederlandstalige berichten op het internet, waaronder Twitter. Van de Zwollenaren is 17,6% actief op Twitter. De Groningers volgen met 17,1%.